Het is vandaag zaterdag en zaterdagen staan bij ons in het teken van opruimen en schoonmaken. En ik vind het altijd fijn om dit in het weekend te doen, want dan heb ik ook alle tijd of heb ik meer tijd. En vaak ben ik gewoon te ambitieus dat ik het liefst alles in het huis wil gaan aanpakken. Maar aan het einde van de dag ben ik gewoon zo gesloopt, omdat ik er niet genoeg energie voor heb. Dus vandaag begin ik met de keuken. En mocht ik tijd hebben, zin hebben, genoeg energie over hebben, dan kan ik eventueel nog voor kiezen om een ander deel van het huis aan te pakken. Maar laten we gewoon bij één ding beginnen. Opruimen vind ik heel erg fijn, want ik zeg ook wel eens, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En ik merk dat ook echt, want wanneer het huis netjes is, functioneer ik ook gewoon vele malen beter. Schoonmaken daarentegen vind ik vaak iets minder leuk. Ik vind het wel prettig wanneer iets weer schoon is, maar het uitvoeren ervan vind ik minder leuk dan opruimen. Opruimen gaat dan mijn voorkeur naar uit, maar beide vind ik fijn. Dus ja, vandaag ga ik even lekker de keuken opnieuw herorganiseren. Laten we beginnen in de koffiecorner. Even een kopje koffie voor mezelf gemaakt. Om even in de stemming te komen. Wat ik ook fijn vind om te doen tijdens het opruimen en schoonmaken is het aanzetten van muziek. Want dan kom ik veel meer in de stemming. Want als het de hele tijd stil in huis is, dan is het ook stil in mijn hoofd. Dus ik ga even een leuke afspeellijst zoeken op Spotify. Ik haal nu die glazen eraf en ik zie dat ze eigenlijk hartstikke smerig zijn. Ik denk dat ze allemaal even in de vaat moeten. Ik ben klaar met de koffiecorner. Het is schoon, het is opgeruimd. Vieze glazen zitten in de vaat. Ik denk dat het komt door stof, maar ook doordat het gewoon niet goed schoon is geworden in de vaat. Dus ja, het is een klein beetje leeg op de plank. Maar het wordt straks wel aangevuld. En ik heb een aantal dingetjes weggedaan. Voor de rest ja, is het weer netjes. En ik denk dat nu het tijd wordt voor de koelkast. Dit is onze koelkast. Hij is aardig aan de lege kant. We moeten nog boodschappen doen. Maar wat ik al fijn vind voordat we boodschappen gaan doen, is om alles eruit te halen. De koelkast even schoon te maken. En daarna een lijstje te maken van wat voor boodschappen we eigenlijk in huis moeten halen. Dus het is eigenlijk al fijn dat het niet zo goed gevuld is. Hoi, ik heb versterking erbij gevraagd. Dit is het enige wat ik doe. Nee, ik heb Brits even gevraagd om te helpen met de keuken schoonmaken. Dus Brits begint aan de kant. Dit is links voor ons. Nee. En ik ga verder met de koelkast. Dit is onze voorraadkast. Ook deze moet aangevuld worden. Maar ik vond dit. En dit is mochi. En normaal gesproken vind ik mochi ijs heel erg lekker. Alleen mochi snoepjes weet ik niet zo goed. Ik heb het wel eens gehad. Alleen ik vond het toen niet helemaal wauw. Maar we gaan het proberen. Matcha en red bean mochi. Nou, matcha vind ik echt heel lekker. Alleen bonen, ja, I don't know.
vind het niet smerig, maar ik vind het ook niet wauw. Het is op zich al prima. Ga je helpen? Nee, hè? De keuken is weer schoon en opgeruimd en het wordt nu tijd om even lekker te lunchen. Als je lekker bezig bent, vergeet je gewoon de tijd. Het is inmiddels 2:30. Normaal gesproken ben ik persoonlijk echt rond 12:30 aan het eten. Dus even lekker noedels eten en dan... Mijn uitlaten. En misschien dat we later op de dag nog iets gaan opruimen, maar voor nu is het wel prima. De dag vliegt voorbij wanneer je lekker bezig bent. Ik heb nieuwe shampoo gekocht, dus ik denk dat ik hier ruimte voor vrij ga maken in de badkamer. En ook voor mijn andere nieuwe producten, zoals dit product van The Ordinary. Dit ga ik voor mijn haar gebruiken, of nou ja, voor mijn hoofdhuid. En dan heb ik ook een borstel en een kam. Dagen zoals dit geven mij echt een voldaan gevoel. Ik heb heel veel gedaan, echt heel veel opgeruimd, schoongemaakt. De keuken dus en een deel van de badkamer. En ik heb eigenlijk wel zin om het rest van het huis te doen. Maar dat is een projectje voor een andere dag. En waar ik ook heel erg blij mee ben, is dat ik wat spullen weg heb gedaan. Ja, spullen die ik gewoon niet meer gebruik of waar ik niet tevreden mee ben. Voorheen, echt jaren geleden, was ik zo materialistisch en wilde ik alles hebben wat er leuk uitzag. Of gewoon, ja, ik hechtte me heel erg aan spullen. Tegenwoordig is dat anders. Dus van materialistisch ben ik naar minimalistisch gegaan. Ik wil nu ook eigenlijk in huis alleen maar spullen hebben die ik daadwerkelijk gebruik. Die ik nuttig vind. Nog steeds heb ik spullen in huis liggen waarvan ik het zonde vind om weg te doen. Dus vaak denk ik er wel goed over na. Maar af en toe, ja, tijdens het opruimen sta ik er weer even bij stil van, hey, wil ik het wel of niet nog in huis hebben? Ga ik het nog gebruiken of niet? Dus ik ben wel blij dat ik het heb
geherorganiseerd en dat ik wat dingetjes heb weg kunnen doen. Het is inmiddels ook alweer avond. Ik merk gewoon dat mijn energielevel vanochtend echt hier was. En nu is het echt bergafwaarts aan het gaan. Een opruimdag vereist gewoon heel veel energie. Maar dat maakt helemaal niks uit, want uiteindelijk krijg ik er ook heel veel energie voor terug, maar dan in een andere vorm. Nu ga ik me even opladen, ga ik mijn rust nemen en kijk ik er weer naar uit om andere dingen in het huis te gaan opruimen. Maar ja, voor nu is dit dan de video. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende. Doei!